Ja, beste mensen, we waren net live, maar live werd onderbroken door onbekende krachten in de samenleving. Ik kreeg het bericht van, ja jongens, live wordt onderbroken. Zou niet weten waarom, maar goed. De bedoeling is vandaag te praten over afsluiting van dit jaar en beginnen met het nieuwe jaar. Dus kijken hoe wij het nieuwe jaar eigenlijk ingaan. De dingen die dit jaar fout zijn gegaan voor heel veel mensen. En dan gaan we proberen middels verbeteringen, de veranderingen laten brengen, zodat het nieuwe jaar beter gaat voor iedereen. Vandaag is het zaterdag 30 december 2023. Ja, mevrouw Claudia, de verbinding was verbroken, of de lijf was verbroken door onbekende krachten. Ik zou nu weten wie dat zijn. Maar in elk geval, we gaan het verhaal voortzetten, namelijk mensen. Het is de bedoeling om samen te participeren in het programma. Zo kunnen wij eigenlijk... Ah, meneer Jack Jinku kijkt ook mee. Deze man, Jack Jinku, nou heb ik jou. Deze man, Jack Jinku eigenlijk, is gewoon een fake account en niemand weet wat hij is. En volgens mij is het iemand uit Nederland. Die zit te schrijven. En ik wil jullie vertellen dat deze man is een vroegere NDP'er geweest. En nu heeft hij de pik op de NDP. En dat zijn al die mensen die tegen Boutersen schrijven. Zijn allemaal stuk voor stuk gewoon oud-NDP'ers. En deze meneer Jack Jinku is oud-NDP'er. Die zijn niet aan zijn trek is gekomen bij de NDP. Zit nou te huilen tegen mij. Meneer Jack Jinku, ik denk dat jij Jagdish Jinku bent. Maar dat maakt niet uit. Je hebt je eigen keuze om te zeggen wat jij wilt. Maar je kan altijd terugkeren. Ik ga jou naar de NDP brengen. Geen paniek. Maar mensen, datgene wat in het 2023 fout is gegaan, moeten dingen veranderen. De prioriteiten die deze regering stelt, die moeten bijgesteld worden. Als je toch van plan bent om door te regeren tot 2025. Goedendag, Claudia Cabenda. Als je van plan bent om door te regeren en je voelt iets voor de samenleving, zul jij je route moeten veranderen. Recent zien we het bedrag van 335 miljoen, wat dit jaar... In de staatskas van... De staatskas is gekomen vanuit... hoe heet die jongens ook weer? Staatsolie. Het IMF geeft 60 miljoen per 3 maanden, 4 maanden of 6 maanden. Dit is... IMF was toch niet nodig? Het is toch gewoon puur voor de gekhouwerij? Om hun plannen door te drukken om het volk te verarmen. Datgene wat in Suriname is gebeurd nu, is het volk is zwaar verarmd. En sommige mensen die dat niet willen begrijpen, ik heb al 100 keer ongeveer uitgelegd. Het verarmen van het volk is een strategie die is opgezet door meneer Santokki. En waarom is dat opgezet door die man is, ik ga je eerst je benen breken en dan ga ik je naar de winkel brengen. Daar is hij mee van plan. Hij is van plan om al jullie benen te breken voor de mensen die in Suriname wonen. Maar de mensen die in Nederland wonen, zoals meneer Jack Jinku bijvoorbeeld, voor hem geldt dat niet. Hij is een hele aardige man, ik weet niet wat en wie hij is. Hij is echt een zieloos persoon natuurlijk. Maar die man, deze persoon, die woont 100% in Nederland. Dat mogen jullie weten. En dan gaat hij net doen of hij namens Suriname praat. Jongen. Schandalig vertoning, man. Maar goed, even terug bij de les. Dit soort figuren moeten we mijden. Laat hem maar schrijven, laat hem maar zeggen wat hij wil. In elk geval, dingen moeten veranderen. Binnen 6 maanden in 2024, dus halverwege 2024, moeten dingen al veranderd zijn. Al die loze beloftes die deze regering heeft gedaan, deze president. Die moet hij waarmaken. In welke tijd zijn we beland? Dat mensen gewoon dingen kunnen zeggen zonder te doen. En daarmee wegkomen. Ik snap het niet. Even iets drinken, jongens. Ik heb een beetje last van mijn keel. En nu, wat zien we nu? Is namelijk, ze hebben die zaak van Boutersen naar voren gehaald. Als we alle attentie naar de zaak van Boutersen doen, dan al die blunders die wij dan eigenlijk allemaal uithalen, dan gaat niemand naar kijken. Dat is wat deze president mee bezig is. En alleen heerst er in Suriname, iedereen die iets kan pikken, pikt gewoon. Het zij grond, het zij salaris, het zij weet ik veel wat ze allemaal kunnen pikken, zijn ze aan het pikken. Maar deze man heeft niet in de gaten. Deze man denkt van ja, iedereen prijst mij, maar wie prijst hem? Die handjevol mensen die om hem heen zitten. Die aasgieren, ik ga geen namen noemen, die aasgieren die om hem heen zitten,
Dat zijn de mensen die hem aan het zeggen: president, u doet goed werk. President, geweldig. Applaus, applaus. Al, zegt, al praat hij stront. Zeg applaus, applaus. Dat zijn de mensen die omheen zitten. Maar daarmee verliezen wij. Daarmee verliezen wij mensen, Surinamers, die... Oké, we hebben ze door. Ja. Goed. Wij zijn Surinamers die willen. En nu blijkt uiteindelijk gewoon dat Surinamers niks kunnen. Surinamers zijn lui. Dat wordt gezegd. Iedereen die vanuit Nederland naar Suriname gaat en komt terug zegt, ja, maar Surinamers zijn lui. Surinamers willen gewoon niet, zeggen ze. Waarom was het afgelopen 40 jaar niet het geval dat ze lui waren? Waarom nu? Waarom is dat nu alleen maar? Het is alleen maar om de boel te belazeren en probeer zo lang mogelijk stand te houden. Als we even gaan naar de zaak van Boutersen. Mensen, Boutersen is de grootste leider van Suriname aller tijden. Als je mee eens bent, ja, nee, is jouw zaak. Dat is mijn persoonlijke mening. Hij is mijn idool, hij is mijn voorbeeld. En waarom zeg ik? Omdat ik dat weet. Ik heb het persoonlijk meegemaakt. De zaak van Boutersen is een vonnis. En deze mensen houden ons helemaal voor de gek. Deze mensen houden ons voor de gek. Er komt een vonnis uit en er staat gevangenneming is niet gelast. En als je hem gaat gevangennemen, als je hem wil arresteren, gaat dat verworpen worden. Goed begrijpen, mensen. Meneer Oostburg, Marcel Oostburg heeft dat goed uitgelegd. Ik wil hem alleen maar citeren. Daarin zegt meneer Oostburg, pa Osi zegt eigenlijk, kijk, in het vonnis staat dat die man een veroordeling van 20 jaar krijgt. Dat staat als paal boven water. Maar daarin staat, op het moment dat mensen hem gaan arresteren, dan zal dat verworpen worden. Dus wie hou je voor de gek? Dit is een beslissing genomen door het Hof. Het Hof van Justitie heeft deze beslissing genomen. En waarom? Gelet de situatie. Boutersen is veel te groot. Hij is veel te groot. Hij is 40 jaar. Nu is hij maar 43 jaar. Is hij actief in de politiek, in het bestuur actief. Je gaat niet zo'n persoon in de gevangenis gooien. Om jouw best wil. Dat gaat niet worden. Had je dat gedaan, dan waren rellen ontstaan. En niet omdat mensen dan gewoon zo zijn, agressief. Nee, omdat jij dat gewild hebt. Boutersen, niemand zal en mag en zal ook kunnen Boutersen arresteren. En waarom niet? Omdat zijn inbreng te groot is. De inbreng van Boutersen in Suriname is veel te groot. En het probleem is ook dat Nederland is een land, een hypocriet land. En alle Surinamers die uit Nederland naar Nederland zijn gekomen, uit Suriname naar Nederland zijn gekomen, deze mensen zijn ook grote hypocrieten geworden. Niemand wil luisteren. Niemand wil horen dat de mensen die vermoord zijn, dat ze met tegenkoop bezig waren, dat ze van plan waren Boutersen opruimen. Zo, er was een regering. De regering deed zijn werk, goed of kwaad, dat weten we niet. Maar jij gaat in je blote hoofd halen om die regering omver te werpen door middel van die mensen dood te schieten, te arresteren, liquideren. En die mensen die daar zitten als leiding, wat gaan ze doen? Komen ze met jouw bloemen, met de boeketten je ontvangen? Nee toch? Militaire strategie. Als we nu met z'n allen, met de 300.000 diaspora die wij in Nederland zitten, als wij de Nederlandse regering gaan omverwerpen, wat gaan ze met ons doen dan? Wat gaan die Hollanders met ons doen? Die Hollanders schieten ons neer, zeggen ze, ja, collateral damage. Ja, maar dat kan in oorlogsfase kan het gebeuren. Zoveel mensen worden vermoord in Oekraïne. Waarom gaat niemand daar iets doen? Wat doen die nabestaanden dan? Waarom maken die nabestaanden geen zaak? Dit was geen zaak van de nabestaanden. Dit was de zaak van Nederland. Om Boutersen uit te schakelen. En waarom doen ze dat gewoon? Omdat straks hebben we ook gas en oil. Of oil en gas, wat je ook noemt. En in Europa, ik zeg tegen de mensen die hier wonen nu, jij en ik ook. Ik zeg tegen jullie, straks wordt in Nederland het leven onbetaalbaar. Want gas. Gas waarmee wij koken en de boel warm steken. Stoken. Sommige steken. Maar waar, hoe heet dat? Wordt gestoken. Die wordt straks onbetaalbaar. Want als Rusland de grote kraan dicht doet. Kijk. Woep, de grote kraan doen ze gewoon dicht. Hebben hier geen gas. De kosten. Ik betaal op dit moment
600 euro per maand aan energiekosten. 600 euro per maand betalen wij. Ik met mijn gezin in Nederland. 600 euro. Ja, mag je gerust weten. En dat betalen heel veel mensen. Maar dit verhaal is eigenlijk voor de mensen van, kijk, straks is Suriname de plek waar wij naartoe gaan. Wij gaan naar Suriname toe. En daarom moet Suriname beter ontwikkeld raken, zodat wij daar ook kunnen wonen en werken. Want onze laatste dagen gaan we allemaal daar doorbrengen. En heel veel mensen die in Suriname wonen, die begrijpen dat niet. Nederland is alleen maar geïnteresseerd in de grondstoffen die wij hebben. Dat is dan gas, gas en olie is dat. Daar zijn ze in geïnteresseerd en daarom manipuleren zij constant onze mensen. En de mensen die wij, echt de diaspora die wij hier hebben, je kan geen normaal gesprek mee hebben. Je zou bijna zeggen, als die mensen vanuit Djibouti in Suriname naar Nederland zijn gekomen en in Amsterdam wonen, die zou je zeggen van, mevrouw Sadna Yankee kijkt ook. Goeiedag mevrouw Sadna. Je zou zeggen, de mensen die dan in Suriname hebben gewoond in de Boitis, die komen nu in Nederland, die zijn ontwikkeld. Maar ze zijn nog grotere koeien geworden. Nog grotere koeien. Men zegt, Bouterse heeft mensen vermoord. Maar wat heeft Bouterse gedaan? Bouterse heeft alleen zijn regering beschermd. Deze mensen hadden plannen om Bouterse neer te schieten. Mensen hebben bekend op Facebook. Mensen hebben gewoon bekend op Facebook van, kijk, wij waren van plan om Bouterse dan en dan te liquideren, dan te vermoorden. Wij waren van plan. En dat zijn nog diaspora mensen, met name Hindustanen. Met name Hindustanen zijn het, die niet willen accepteren. Die met jouw lange discussies aangaan van, nee, wat weet jij nou? Bouterse had die mensen moeten berechten. Nee, je had ze moeten ontvangen met een boeket. En zeggen van, meneer Rambokus, u heeft geprobeerd de regering over te nemen. Oké, fijn. Komt u maar even binnen. Heb je nog wensen? Oké, meneer Dennis, oké. Maar, zo, bijvoorbeeld meneer Rambokus, meneer Holker, komt u maar binnen. Gaan we lekker iets eten en dan gaan we u helpen. Daar is de wapenkamer, neemt u ons over, neemt u ons gevangen en schiet u ons neer. De nabestaanden, toch wel een beetje sympathie met de nabestaanden, maar die nabestaanden moeten ook weten, je vader, je broer, je zoon, je man, die waren bezig met een coup. Die waren bezig een regering omver te werpen. Dan zijn ze gedood. Dat heet collateral damage. Hoeveel mensen hebben die Nederlanders niet in Oost-Indië? In Indonesië hebben, hoeveel mensen hebben zij niet vermoord? Dezezelfde Nederlanders. Hoeveel mensen hebben deze Nederlanders niet in Zuid-Afrika vermoord? Hoeveel mensen hebben dezezelfde Nederlanders niet in Suriname vermoord? Waarom ga je daar niet vechten? Waarom vechten de nabestaanden niet daartegen? Even kijken. Ja, grondzaken later, jongeman. Kijk, mensen. Ik zal u vertellen. De situatie in Suriname is zo'n probleem. Kijk, ik krijg constant van mensen berichten. Mensen die met probleemzaken zitten. Ik ben in Suriname geweest laatst nog. 4 weken geleden. We hebben geprobeerd toegang te krijgen. Nergens heb je toegang. Als mensen je grond inpikken, je kan nergens terecht. Je kan nergens terecht. En dat is het grote probleem wat we in Suriname hebben. En daarom zeg ik. Zo meteen. De mensen. Boyke Matura. Al die mensen die zitten nu te kijken. Marlon Elmond. Mensen. Zo meteen wordt het leven in Nederland zo onbetaalbaar. Dat wij wel naar Suriname moeten gaan. Want die gas. Het gas. Brandstof en gas. Die wordt straks zo duur. We lopen nu gevaar. Dat als bijvoorbeeld. Oh, heb je meneer Rajin Manna? Maar ja, salam alaikum. Manna is ook een iemand die hard leert, Rajin Manna. Een oudere man, ik ga hem niet meer uitschelden, hij is ouder. Hij is leeftijd van mijn vader, dus ik moet respect geven. Maar hij praat alleen maar onzin. Maar meneer Rajin Manna, het verhaal aan u is ook, Nederland wordt zometeen onbetaalbaar om te leven. Dus wij moeten proberen Suriname, een betere Suriname te maken, zodat wij daar naartoe kunnen. Suriname, wij kunnen als diaspora, als Hindustanen nog naar Suriname. Maar die Hollander, die kan nergens naartoe. Even iets drinken, jongens. Mijn keel is ook niet te 100. Dus daarom zeg ik, mensen moeten allemaal nadenken. Ja, als je niet met elkaar eens bent, dan kan je op een fatsoenlijke manier kan je communiceren. En de mensen zoals Rajin Manna bijvoorbeeld,
Hij is een Nederlander, hij woont in Nederland. Hij weet hoe je moet communiceren. Als je met iemand niet eens bent, als je met iemand niet eens bent, dan zeg je van, meneer, uw verhaal is voor mij niks, ik sla het over. Maar je gaat die persoon niet uitschelden, want die persoon scheldt uit terug. En als hij jou zit, dan knijpt hij jouw keel dicht. Dat is de normaal gang van zaken. Ik doe dat soort dingen niet, maar andere mensen doen het. Goed. Wat vragen ging erover? Onze tsunami met zoveel delfstoffen. Moet u eens kijken. Een figuur als Brunswijk. Aardige man. Ik ben ook bij hem geweest. Een hele aardige man. Op dit moment, de grondstoffen die aan het land toebehoren, hij is aan het delven voor een gedeelte. Hij is goudwinnaar. Hij doet goud winnen in de bossen. Dat mag niet. Dan iedere fatsoenlijke overheid zou dat zelf doen. Maar deze regering die vreet ook van die mensen. Dus hij gaat ze nooit tegenwerken. Onze grondstoffen die bestemd is voor ons land. Oké. Ja, nee. Dat zeg ik. Zo meteen meneer Dennis. Bergi Udo. Ik zeg meneer Dennis. Even op uw verhaal in te gaan. Als zometeen China en Rusland een 1-2'tje spelen met Europa. Zeggen van, weet je wat, onze grondstoffen gaan lekker naar China. Of naar India. Of naar, en komt niet naar Europa. Dan gaan we hier om van de kou. We gaan hier in Nederland om van de kou. Dan wordt gas onbetaalbaar. Dan wordt ons straks geadviseerd van, ja jongens, doe maar 2 jassen aan en 3 dekens als je gaat slapen. Maar geen gas gebruiken. Dan krijg je 2 liter gas per dag. Om je hele huishouden te doen, eten, koken en op te warmen. Dus wat ik wil zeggen, jongens en meisjes, is nieuwjaar. We gaan nieuwjaar gaan we afsluiten. Of oudejaar afsluiten, we gaan het nieuwjaar in. Wat wij gaan doen, we gaan nu keihard werken. Ik heb al dit jaar heb ik aangekeken. Ik zeg van dit werkt niet, maar in dit nieuwjaar ga ik keihard er tegenaan. Ik ga de strijd aanbinden. Dan hoop ik dat jullie wel achter mij staan als ondersteuning. We gaan deze regering aanvechten op een normale, legale manier. Net zoals in een democratie geldt. Al die dingen die fout gaan, die gaan we lekker ervoor proberen dat het gewoon weggewerkt wordt. Want tsunami is van ons. Wij zijn hier in Nederland als gast. Wij zijn gast. Wij zijn gast in Nederland. En Nederlanders proberen ons op dezelfde manier te laten wonen zoals zij wonen. En tot een bepaalde hoogte goede zaak. En iedereen die in Nederland woont, die moet kunnen beamen van kijk, hoe leven wij hier. Als het winter is, ik werk in de bouw. Ik ben bouwvakker. Ik ga 6:15 ben ik gewoon van huis. Ja, Magda Pina's klopt, ja. Melukkers. Ik ga 6:00 van huis af, is donker. Kom ik thuis, is het donker. Is de dag is voorbij. Dan hadden we een tsunami, hadden we dat nooit dat soort dingen gehad. Onze eigen tsunami, daar leven we constant buiten. We zijn hier om economische redenen. Door de slechte situatie in Suriname, komen nu heel veel mensen komen nu deze kant op. Die zien het daar niet meer zitten. Het enige wat ik wil zeggen is mensen, kijk, we kunnen lang blabla maken. Het is 30 december 2023. Wat wij gaan doen is, wij gaan met z'n allen proberen een beter tsunami te maken. Een beter tsunami. En in een beter tsunami hoort Boutersen erbij. Boutersen gaat niet president worden. Boutersen gaat niet bemoeien met de politiek. Maar Boutersen gaat als een rolmodel voor ons worden. Voor de dingen die hij gedaan heeft voor ons. Als dank gaan wij hem beschermen. Wij allemaal, de mensen die nu kijken, mensen die straks gaan kijken. Allemaal gaan wij gewoon ervoor zorgen dat Boutersen beschermd wordt. Want deze president, we hebben niks tegen deze president. Maar ik zeg alleen dat deze president, die probeert alles te verdoezelen. Waardoor de aandacht van hem afgaat. Hij had beloofd, ontwikkelingen in 200 dagen. Meneer Karim, jij dien. Goeiedag. Tsunami de crisis in 200 dagen. Iedere persoon die 18 jaar of ouder wordt, krijgt een stukje grond. Werkgelegenheid. Uitdunning van ambtenarenapparaat. Geen family and friends. En alles wat... moet even drinken, jongens. Alles wat deze man had beloofd, is niet nagekomen. Dan ben je nu. We leven in een democratie. Dan ben je gek, die van je eigen portemonnee, als jij gaat zeggen van kijk, we laten hem gewoon doormodderen. Wij gaan dat niet doen.
Deze man mag niet doormodderen. We gaan hem tegenwerken. We gaan hem verdrijven. En op een democratische manier. Net zoals hij bij de vorige regering heeft gedaan. Ashwin Adin heeft 200 miljoen gestolen. Dat soort dingen kloppen allemaal niet. Bouterse, dit regering, dat hoofdraad, dit hoofdraad. Dat, al die dingen hebben zij toch hard gemaakt. Wij gaan, ik ga namens jullie. Ik ga hetzelfde verhaal doen wat hij gedaan heeft met de vorige regering. Ga ik hetzelfde doen. Al die dingpunten gaan we aanhalen. Al die grondroven. Eén persoon krijgt in Nikiri 200 hectare met beschikking in één middag. 200 hectare. Een andere Chinese ondernemer, die krijgt 350 hectare. Hoe kan het al die dingen? Maar dat bestaat toch niet? De grondconversie. Hebben zij eigenhandig doorgedrukt. Omdat meneer Jogi, meneer Gayadin en al die hele bende van die VAP weten dat ze niet terugkomen. Dus wij pikken alle gronden in. En dan gaan we die lekker verkavelen. En dan gaan we die, hoe heet het ook weer? Eigendom maken. Grondconversie noemen ze dat. Meneer Avinash Ramratan uit Nikiri. Goeiedag. Dus, wat gaan we doen? Grondconversie. Waarom? Omdat ze dan die, als ze opgedonderd zijn straks, over 6 maanden of een jaar, ze houden deze periode niet vol, over 6 maanden zijn opgedonderd, dan gaan ze daarna lekker die grondconversiegronden, gaan ze lekker verdelen. Meneer Kuldeep Autaar, als ik dit keer kom naar Suriname, dan regel ik de zaak met jou wel. Even druk. Maar in elk geval, mensen, we moeten streven. Meneer Kuldeep Autaar is verhuurd auto's. Als er meer toeristen in Suriname komen, dan heeft hij ook meer werk. Dus hij leidt er ook onder. Iedere ondernemer in Suriname leidt er nu onder. Door de hoge dollarkoers. Mensen kunnen niet meer betalen. Dus de bedoeling is namelijk, wij met z'n allen gaan deze zaak gewoon proberen op te lossen. Iets wat niet goed is, moet niet goedgekeurd worden. Heel veel mensen zeggen, Boutersen moet gestraft worden. Wat hebben we eraan als Boutersen gestraft is? Is die koers naar beneden? Zijn boodschappen betaalbaar? Is de woningbouwsector al klaar? Ik heb zoveel ideeën geopperd namens het volk in Jantakiawas. Meneer Sanjay Hiraman. Zoveel zaken heb ik geopperd van president. Brieven geschreven. President, laten we de woningbouw in Nikiri opzetten. In de stalweide is de plek. Ik regel dat. Hebben we plek. Laten we daar die woningbouw opzetten. Dan heb je A. Heel veel woningen, betaalbare woningen. Woningen tussen de 10.000 en 12.000 euro. Daar staat, heb ik tekeningen van. Blueprint, blauwdruk heb ik ervan. Compleet uitgewerkt. Met alle plannen erop en eraan. Ik heb het liggen hier in mijn computer. Het zit in mijn hoofd. Het zit niet in mijn computer. Het zit ook in mijn hoofd. Maar deze regering, die wil het niet. Deze regering is nooit van plan om iets voor het volk te doen. Want dan krijg je betaalbare woningen, huurwoningen krijg je, bouwvakkers hebben werk, mensen die zandbedrijf hebben werk, stenenmakers hebben werk, metselaars, elektricien, timmerman, iedereen heeft werk. Je zou gek in je hoofd zijn om dat soort dingen niet aan te pakken. Je zou helemaal gek zijn als je dit soort dingen niet aanpakt. Werkgelegenheid creëren in je land, jij wilt niet. Je gaat Pan American 6 miljoen doneren, voor wat? Niemand weet dat en de mensen, Sandy Mahabir. Ook zo'n iemand die zit te schrijven altijd. Voor deze figuren. Die moeten zich druk maken om het feit dat het geklooi in Suriname niet ophoudt. En waar maak ik mij druk om van? Ik kan morgen dood zijn. Ik kan overmorgen dood zijn. Over 2 jaar, over 3 jaar. Ik wil dit gedaan hebben voor het weggaan. Want voor de nieuwe generatie die na ons komt. De kinderen die op school zitten met lege magen. Ik heb ze gezien. Heel veel mensen, heel veel kinderen zitten op school met lege magen. En wat doen deze mensen? De goslar daaruit halen uit de... Bij hoe heet dat plek ook weer? Ja, kijk, iemand zit mij te schrijven over een grondzaak. Maar later. Maar in elk geval, de goslar wordt bij waterkant eruit gehaald. Wat heeft dat voor enige zin? 6 miljoen, 5,6 miljoen. Besteed die 5,6 miljoen aan de gezondheidszorg. Het afbreken van de politiebureau. Ik heb dat soort dingen nog nooit eerder gezegd. Het afbreken van die politiebureau die jij hebt helpen opzetten. 3 tot 4, 5, ik weet niet hoeveel miljoenen daaraan kwijt. Gezondheidszorg. Als iemand niet geopereerd moet worden, moeten mensen vanuit Nederland
Mensen uit Nederland moeten nu geneesmiddelen, verband, plekband, sterilisatiemiddelen vanuit Nederland naar Suriname sturen. Dan kun je daar opereren. Als je in Suriname ligt, in een ziekenhuis ligt in Suriname, dan zeggen ze nog van je moet je eigen beddengoed meenemen. Je moet je eigen beddengoed meenemen van thuis naar het academisch ziekenhuis. Of welke ziekenhuis dan in Suriname. Dan heb je voor elkaar. Als jij zoiets hebt gedaan als president in een land. En je reist alle kanten op. Je besteedt family en friends. Ik weet niet hoeveel. Ik weet niet hoeveel commissies zijn er opgesteld. Voor wat? Niemand weet waarvoor. Niemand weet waarvoor zoveel commissies in het leven wordt geroepen. En niemand kan er wat aan doen. Jullie Surinamers die daar wonen, u zijn half dood. Niet zo bedoeld, maar ik bedoel... Wacht, ik moet weer wat drinken, jongens. Ik bedoel, er moet weer leven komen. Wie gaat voor jullie opkomen? Bouterse kwam voor jullie op. Kijk wat met hem gebeurd is. Bouterse kwam voor jullie op. En kijk, hij heeft 20 jaar veroordeling gekregen. Omdat hij alleen... Dus ik kom ook voor jullie op. De kans bestaat dat ze mij neerschieten een keer. Of ze zetten mij ook in de gevangenis ergens. Want dat gebeurt met mensen die voor jullie opkomen. Kijk naar PK. Kijk naar Miranda. Kijk naar Kalicharan uit Nigeria. Weet ik veel, al die mensen die voor jullie opkomen. Die voor de samenleving opkomen. Die worden allemaal opgesloten. Allemaal stuk voor stuk worden opgesloten. En niemand doet wat. Kijk naar Sergio Gentel. Bijvoorbeeld. Ja, Susie King, je hebt helemaal gelijk. Het Surinaamse volk heeft Bouters laten vallen. En van 2010 tot 2020 was Bouters, was president. Iedereen, hoeveel namen moet ik noemen? Hoeveel namen moet ik noemen die smeekten om bij Bouters te komen? Hoeveel mensen worden bij Bouters? En nu heeft het Surinaamse volk, heeft Bouters gewoon laten vallen van... President of ex-president, jammer voor jou, we doen niks meer met jou. Eén persoon in het land heeft een strategie bedacht, we gaan Bouterse opruimen, daardoor komen. Raj Parwat is exponent van Bouterse. Ik weet niet wat jullie zijn, maar Raj Parwat is exponent van Bouterse. Datgene wat Bouterse heeft klaargespeeld, ga ik diezelfde lijn volgen. En waarom ga ik dat doen? Revolutionaire mensen. Mensen goed nadenken. Revolutionaire mensen worden of gedood of die belanden in de gevangenis. Bouterse is een revolutionair persoon. Ze willen hem graag in de bak. Ze hebben hem geprobeerd te liquideren, is niet gelukt. Op heel veel manieren heeft de buitenwereld geprobeerd Bouterse te liquideren. Het is allemaal niet gelukt, maar ze gaan nu proberen hem de bak te gooien. De dag dat Bouterse de bak in gaat, dan komt Raj in actie. Ik meen het. En waarom meen ik het? Dat ik... Laat mijn president, mevrouw Ursula Jamai. Goeiedag. Iemand uit Nigeria, die ken ik wel. Goeiedag mevrouw. De dag dat mijn president, mijn voorzitter, mijn grote voorbeeld. Oh, wacht even. De dag dat mijn... Ik moet lezen, man. Wacht even. Ja, goed bezig. Dank u wel, mevrouw Jamai. Hoe is het met u, met uw kinderen en uw familie? Uw man? Alles goed, hè? Dank u wel. De dag dat mijn voorzitter in de gevangenis zal belanden, dan komt de revolutionaire Raj komt tevoorschijn. En ik heb altijd gezegd tegen mensen, Raj Parwat gaat sterven, niet door corona, of door griep, of door weet ik veel wat, door hoesten, of door een auto-ongeluk, nee. Als Raj Parwat komt te overlijden, dan zal het zijn door misschien een kogel van de vijand. En dat accepteer ik wel. Ik heb geen probleem mee. Dat accepteer ik wel. Maar niet dat ik door corona of door een griep doodga. Dus daarom strijd ik voor mijn Surinamers. En ik heb alle vertrouwen in. Ik heb alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Als ik in Suriname kom. Dan zit ik nog niet eens in de taxi. De mensen beginnen de president al uit te schelden. Vanaf Sandrine naar Nikeri toe. Alleen maar gescheld. Alleen maar gescheld. Alleen maar gescheld. Meneer Sanjay Hiraman. Dank je wel. Ik ga ook mijn best doen, Sanjay, meneer Hiraman, ik ga mijn best doen. Maakt niet druk om. Maar ik wil alleen de mensen duidelijk maken vandaag. Kijk mensen, we gaan een bepaalde kant moeten wij opgaan.
We moeten elkaar niet pijn doen. Uiteindelijk moeten wij, ik hoop als ik blijf leven met mijn gezin, dat ik dan naar Suriname ga, want de atmosfeer is daar goed. En het leven in Nederland wordt straks onbetaalbaar. Heb ik vaker gezegd. Heb ik vaker gezegd tegen mensen, we zijn hier slechts gast. Nederland is echt gastvrij voor ons. Nederland doet alles voor ons. Dat mag niet geklaagd worden. Maar diep in ons zit gewoon, diep in mijn hart zit gewoon mijn Suriname. En daarom strijd ik ervoor. Ik ga de strijd aan met mensen die op Facebook lopen te schelden en zo. Maar die jongens zijn allemaal fake. Dit is allemaal 0,0. Dus het verhaal wat ik wil vertellen mensen aan de kijkers en luisteraars vandaag. We moeten de hoop niet verliezen. 2024, 2 januari beginnen we al. Er zijn heel veel onrecht aangedaan tijdens deze regering. Meneer Ronnie Brunswijk heeft GBB. De mensen in Nigeria die geven mijn grote mond. Die zeggen van weet je wat, alles wat wij hier in Nigeria doen, jij kan ons niks doen, want onze voorzitter ondersteunt ons. Minister Rus Balgobin. De mensen die in Nigeria gezet zijn door de ABOP, door meneer Brunswijk, die geven mij grote mond. Jij mag doen en laten wat je wilt, maar mijn voorzitter staat achter mij. Dus ik zeg, meneer Brunswijk, al die grondroven die plaatsvinden via jou, via uw ministerie, die moeten ophouden. Die moeten gewoon stoppen. Als u heeft voorgenomen om voor het land te strijden, VP te worden voor het land, dan is dit niet de houding die u aangenomen heeft. De president van Suriname heeft verkeerde houding en de VP heeft ook niet de juiste houding. Maar de VP kan gekneed worden, maar de president niet. Dus wat ik wil zeggen mensen, jullie kijken, ja jongens, wat moet ik allemaal? Hier, op donderen. De bedoeling is namelijk van wij moeten samen strijden. En dit is geen strijd van één persoon. Het is een strijd van iedereen. We moeten ons bundelen. Want Chan Santokki die kwam ook naar Nederland om ons wijs te maken. Ik ben ook naar zijn lezingen geweest. Ik denk nou, laat eens kijken wat die man te vertellen heeft. Zulke grote plannen. De diaspora zou gebruikt worden. Ik spreek de diaspora. De diaspora zegt, wij gaan niet investeren in Suriname. En de reden daarvan is, wij gaan ons geld niet brengen naar een family and friends regering. Als jij bijvoorbeeld 1 miljoen hebt om te investeren in Suriname, je komt daar aan, heb je te maken met de family and friends. En commissies, die moet je alvast gaan betalen. Wat blijft dan over? Dus dat is de reden. En als mensen zich afvragen van, waarom wordt in Suriname niet geïnvesteerd door de diaspora, zoals was gezegd? De reden daarvan is dat de diaspora heeft zich teruggetrokken. Die zegt van, wij gaan niet investeren in een andere regering, in deze regering. Dus die snakken ook naar een nieuwe regering. Dus wij moeten meer ons best doen om deze mannen weg te sturen. Op democratische manier natuurlijk. Wegsturen deze mensen, zodat de diaspora gaan investeren. De gelden die naar Suriname gingen, de hulp, de dozen, die pakketten, dat geld is ook teruggenomen. En dat weten die mensen donders goed. Er komt minder valuta binnen. Wie wordt daarvan de dupe? De mensen die het echt nodig hebben. Wacht even. Op donderen met die gasten. Die lopen te zeuren. Dus de mensen die echt nodig hebben, zieke mensen, mensen die willen studeren, vader, moeder, die van mensen die hier wonen. Wij moeten dat niet stoppen, mensen. Dat traject moeten we volhouden. En hopen dat er een nieuwe regering komt straks. Een nieuwe regering met capabele mensen die voor ons land gaat zorgen. En daar ben ik mee bezig. Ik zeg, ik weet niet nog hoe lang ik te leven heb, maar mijn bijdrage naar mijn land ga ik toepassen. Wij zijn naar Nederland gekomen. Ik ben geschoold hier. Ik heb een HBO-niveau zit ik daar nu op. Mensen die niet weten. Mijn werk en mijn scholing en mijn ervaringen hebben mij naar een HBO-niveau gebracht. Waardoor ik iets voor mezelf kan doen. En iets voor de medemens. Deze regering, deze president, die gaat geen enkel idee van een particulier. Jij en ik of mensen die in Suriname wonen. Kijk naar Slimmy bijvoorbeeld. Meneer Slimmy, Samuel Kuik, ook een strijder, ook een vrijheidsstrijder. Hij strijdt zoveel, de regering doet niks met hem. Hij heeft zoveel dingen naar voren gehaald van jongen, de productiesector is kapot. Wat jij moet doen als leider, als regering van het land, moet je ten eerste voor zorgen dat je volk te eten heeft. De infra is goed. En dat er een productie...
productie gestimuleerd wordt. En deze regering is bezig met het volk te verarmen. Heb ik zo vaak gezegd, verarmen van het volk. Al jullie gelden, gasbom omhoog, EBS, SWM, rijst, dollar, invoerrechten bij de douane op de haven. Ze doen er alles aan. De BTW 10%. Of BTW, ja, 10% ja. Waar gaat die BTW naartoe? Is ook een manier om jouw geld in te pikken. Of het nou bij hun terechtkomt, ja of nee. Dat interesseert hun niet. Deze president met zijn regering is alleen van plan van... Jij als volk van Suriname, jij moet armer worden. Want als jij niet arm wordt, dan kunnen wij jou niet domineren. Dus de eerste 5 jaren hebben zij uiteengezet van... Kijk, we gaan het volk kapot maken. Want de gang naar de IMF was niet nodig... Afgelopen jaar heeft alleen staatsolie, we praten niet over IM Gold, over de belastingen praten we niet over. Staatsolie heeft alleen al 335 miljoen dit jaar, 2023, aan de staatskas geleverd. Dollar. En in totaal gaat het IMF 690 miljoen dollar aan Suriname geven. Is toch allemaal niet nodig? Herschikken van de schulden. Waarom moet je de schulden herschikken? Je moet gewoon die rente betalen en daarmee doorgaan. Sinds jouw aantreden heb je 0 centen betaald aan de aflossing. En er wordt gezegd, ja, mensen in Nederland praten. Het zijn echte ezels. Sommige mensen zijn echte ezels. Die zeggen van, ja, maar Bouters heeft grote schuld genomen. Als je naar die 900 miljoen gestolen en de hoefdraad heeft gestolen. Waar is hoefdraad? Waarom duikt hoefdraad? Ik denk, mensen die gewoon nog niet eens kunnen lezen en schrijven, die zeggen, waar is hoefdraad? Aan mij, weet ik veel. Ik ben toch niet zijn manager. En wat moet jij met de hoefdraad? Hebben wij geen wet en regel? Is er geen wet of politie of justitie die hem moet zoeken? En waarom moet jij ermee bemoeien? Van waar is hoefdraad? Je moet zeggen, waar is ex-minister hoefdraad? Niet waar is hoefdraad? Waar is Bouters? Nee, Bouters is ex-president. Goedenavond, Uma Soso Blessing. We zijn te onbeschoft. Dat zijn wij gewoon, onbeschoft. Surinamers zijn gewoon te onbeschoft geworden. Waar is Boutersen? Hey, Boutersen is jouw billenmaat of zo. Moet zeggen, waar is meneer Boutersen? Waar is meneer Chan? Waar is meneer Hoefdraad? Waar is meneer Raj Parwat? Meneer, die fatsoen. En als je tegen die witte man praat, dan zeg je wel meneer. Nou goed mensen, de bedoeling van Aysan Jehiraman. De bedoeling van vandaag is namelijk om gewoon het nieuwe jaar in te gaan met jullie allemaal. En kijken waar de knelpunten zitten. En de zaak Boutersen. Ik zeg nogmaals. De mensen weten donders goed wat er allemaal gebeurd is. Dit project, ze noemen een project. Maar deze strafrecht, deze strafzaak, was niet van de nabestaanden. Want de meeste nabestaanden zijn ook al dood. Ik ken mensen. Mensen gaan jullie een onthulling doen. Ik ken de bewaker. De man die... meneer Rambokus had bewaakt in Memerebuku kazerne. Van maart tot en met december. Die persoon... Ik kan zijn naam noemen. Hij heeft al gezegd, maar ik ga het niet doen. Die persoon heeft mij persoonlijk verteld, zegt meneer Raj. Ik heb met Rambokus gesproken. Rambokus is opgezet en hij had spijt van dat hij het gedaan had. Hij zei, de Nederlanders, de diaspora, zijn familie, vrienden, kennissen, die grote mond gaven van, ja, maar wij redden jou wel. Die Rambokus hebben laten vallen. Die stelletje verraders uit Nederland, die hebben Rambokus laten vallen. Jullie willen tegen Bouters zijn? Ik zeg tegen jullie. De mensen die nou de grootste bek hebben hier, die hebben Rambokus laten vallen. Toen Rambokus jullie nodig had. De nabestaanden. Dan waren jullie ook niet daar. Jullie hadden gezegd, als hij gevangen genomen wordt, gaan we hem redden. Bevrijden. En daarom heeft hij de poging gewaagd. Zijn leven op het spel gezet voor jullie nabestaanden. En het zijn jullie nabestaanden nu die zogenaamd vechten. Maar jullie vechten al lang niet meer. Jullie zijn al klaar. Het zijn de mensen in Nederland, de belanghebbende mensen, zoals de president van Suriname... De president van Suriname heeft er belang bij die veroordeling. Nu heeft hij het zogenaamd, ja, het is eenmaal zo. Nee, jij hebt gewild om de Bouters
te veroordelen zoals jij denkt. Jij denkt gewoon te komen domineren bij de volgende verkiezingen. Ik heb al gezegd, Raj Parwat, elk geval, is een exponent van Bouterse. Datgene wat hij gedaan heeft, dat zal ik niet kunnen doen, maar het zal niet minder zijn. Dat is wat ik in mij heb. Ik ga strijden voor mijn land totdat ik sterf in mijn land. In mijn eigen grond. En het Surinaamse volk wil ik ook hierbij zeggen. Jullie Surinaamse volk. Jullie hebben Bouterse laten vallen. En dat heb je met iedere leider gedaan. Nu is het een leider daar die jullie voorgelogen heeft. Hij heeft gelogen tegen jullie van ja, voor zitting in 200 dagen. Is dat waar? Nee, jullie beschermen hem. Jullie komen voor hem op. Jullie applaudisseren voor die man. Die man had gezegd, ieder kind die 18 jaar wordt, krijgt een stukje grond. Heeft hij gekregen? Nee. Wat doen jullie? Applaus voor die man. Die man had gezegd, diaspora komt hier investeren. Is er diaspora gekomen? Die blanke mensen die daar in het binnenland waren, gaan lopen. Daar heeft Pesgainin toch zelf gezegd van, dat waren toeristen die zij gepakt hadden. Heeft hij toch ook, gezegd dat allemaal niks wetende toeristen waren. Die waren niet eens Nederlanders, waren uit Amerika. Die hebben ze meegenomen en zogenaamd laten zien van ja, dat zijn de investeerders. Dat heeft hij gedaan. En jullie gaan applaudisseren voor zo'n man. En Bouterse, die zo lang heeft gestreden voor Suriname, die laten jullie allemaal zo bosboom vallen. Dat hebben jullie Surinamers gedaan. Jullie Surinamers, hypocriete Nederlanders en hypocriete Surinamers, jullie hebben Bouterse laten vallen. Ik ga dat niet doen. En een heleboel mensen die hier zitten te kijken, en die straks gaan kijken, die laten Bouterse niet vallen. Eens in de zoveel tijd komt de leider tevoorschijn, en de leider die staat nu tegenover jullie. Jullie zitten naar de nieuwe leider te kijken. En ik ga me inzetten, en ik ben onafhankelijk. Ik heb niemand nodig. Bouterse had toen ook niemand nodig. Ik heb ook niemand nodig om de zaken recht te zetten. Alleen het is de bedoeling van, als ik ga strijden, alleen in mijn eentje tegen de rest, dan kan ik zo'n strijd niet winnen. Want deze man die heeft defensie in handen, politie en ook nog een heleboel maffia in handen. Dus die kan mij zo wat doen, dan ben ik ook verdwenen van de aardbodem. Maar ik wil vandaag gezegd hebben, het nieuwe jaar gaat beginnen. Handen af van Bouterse. Handen af van de ex-president Bouterse. Handen af van Bouterse. Ga het land ontwikkelen zoals je hebt gezegd. Ga dat doen. En hou je niet bezig met politiek steekspel. Waarbij je probeert. Bouterse uit te schakelen. En aldenkende van ja, we hebben Bouterse te pakken. Bouterse zal in mij voortleven. Bouterse leeft straks in mij voort. In Suriname. In Raj Parwat leeft hij voort. En ik zeg ook tegen jullie mensen, we gaan binnenkort. Weer zei ik, jongens, hou op. Mensen, zoveel mensen schrijven mij over grondzaken. Ben ik GBB of zo? Ga naar Brunswijk, hun hebben die. Mensen, even, ik ben niet boos, maar ik zeg alleen maar te veel aanvragen. En als je met die aanvragen naar de desbetreffende personen gaat, dan wil niemand jou helpen. Ik heb zoveel zaken waar ik de regering mee nu naar huis kan sturen. Maar ik krijg geen aansluiting. Niemand luistert naar mij. Niemand luistert naar mij. Meneer Brunswijk mag nu meekijken. Ze mogen meekijken en ze mogen zelf weten wat ze daarmee doen. Maar ik zeg gewoon nogmaals mensen, er moet ontwikkeling komen in Suriname en handen af van Bouterse. We praten hier over meneer Sanjay Hiraman. Sanjay Hiraman is een harde werker uit Nikkil. Maar hij heeft het ook moeilijk. Hij werkt 7 dagen per week. Ik weet het. Deze jongen werkt 7 dagen per week om de eindjes aan elkaar te knopen. Wanneer heeft hij eens een keer tijd voor zijn eigen gezin? Jongens, even wat drinken. Mensen, als jullie vragen aan mij hebben, dan kunnen jullie wel stellen, is geen probleem. Ik probeer te antwoorden. Maar ik zeg ook wel, mensen, Suriname is van ons allemaal. Wij moeten met z'n allen bij ons bijdragen doen aan Suriname, zodat Suriname in ontwikkeling komt. Als weer zo'n grappenmaker weer tevoorschijn komt van zeg maar, wij gaan dit doen, we're sitting dat. De Goslar uit de zee halen, 5,6 miljoen. Geef dat geld aan de zieke zorg.
Besteed dat geld voor de ziekenhuizen, alsjeblieft, man. Doe dat aan de ziekenhuizen. Waar je eigen beddengoed moet meenemen als jij het ziekenhuis belandt. Straks gaan zeggen van neem je eigen eten mee. En je eigen medicijnen, die moet je ook gaan doen. Want ze hebben geen medicijnen. Meneer Kishov, meneer Kavish Gerdin, ik hoop dat het goed gaat met jou. Meneer Kavish Gerdin is de jongen die aangehouden was in verband met de grondzaken. Ik zeg, in Nikeri heeft iemand 200 hectare aan getekend voor iemand. Die wordt niet aangehouden. Iemand heeft 350 hectare getekend voor iemand in Nikeri, voor Chinees. Die wordt niet aangehouden. Kavish Gerdin is opgezet door meneer Jogi en de hele VHP. Die moest de bak in. Maar goed, hij is nu vrij. We zijn heel blij om. Hij is nu vrij. Maar dat soort dingen gebeuren. Ik heb stapels vol aan papier. Je moet het zien. Stapel. Vol papieren. Grondzaken wat van andere mensen bestolen zijn. Iemand bouwt daar. En die komt erachter dat de beschikking een heel andere persoon heeft. Iemand die 3 maanden geleden een stichting opricht. En deze man vraagt het in 2014 aan. En in 3 maanden tijd heeft die man beschikking. En wat blijkt later. Allebei hebben beschikking. Dat gebeurt in ons Suriname en jullie dromen. Jullie zitten elkaar uit te schelden. Maar ja, raasbaar wat dit en dat en je moeder zo en dat. Doe maar wat je wilt. Ja, de diaspora is toen opgezet. Ja, Kavish? Oké, geen probleem. De diaspora is toen de tijd opgezet. Opgezet en bedrogen. Wij zijn diaspora. Ik heb een bedrijf in Suriname. Ik bouw huizen voor mensen. Vroeger bouwde ik huizen voor Nederlanders, was iedere maand wel 1. Per jaar zeker 5-6 woningen bouwde ik voor. Maar nu 0. Ja, nu ben ik met 1 project bezig. Maar in ieder geval, nu is het 0. Meneer Imidahu natuurlijk, ook een grote strijder van ons. Hartelijk welkom meneer Dahu. Ik hoop dat u ook wat wil meepraten in deze live, maar u moet dat even aangeven. Dan kunnen we er werk van maken. Ik praat hier over handen af van Bouterse. Het volk van Suriname heeft Bouterse laten vallen. Daar praten we vandaag over en handen af van Bouterse. Het proces klopte voor geen millimeter. Deze mensen hebben amnestie gehad in 2012. En dan wil ik even zeggen dat meneer Venetiaan, wil ik even prijzen. Meneer Venetiaan heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de strijdbijl werd begraven in een bepaald jaar 2007 of weet ik wel wanneer. Hij zei van jongens, stoppen ermee. Al het gestrijd heeft voor ons niks, we gaan lekker regeren. Daar zijn ze mee bezig gegaan. Mevrouw Shabin. Daar zijn ze mee verder gegaan. En alles ging perfect. Alles gaat goed, 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 goed. Totdat deze figuren weer in beeld komen. Hebben ze de amnestiewet teruggetrokken. Wij weten toch wat ze van plan zijn. Als je bij je aantreden als eerste de kiesregelingen naar de kloten hebt geholpen. Waarom was dat niet goed? Je moet het land regeren. Je moet niet om je heen kijken. Je moet het land regeren. Je hebt het land kapot gemaakt. Goedenavond. Meneer Imi. Je hebt het land kapot gemaakt, je bent niet gaan regeren. Je gaat kijken naar de kiesregeling, hoe gaan we die omverwerpen? Onzekerheid van de verkiezingen. Ten tweede, hoe gaan we Bouterse aanpakken, zodat we de NDP omzeep kunnen helpen? NDP is niet alleen Bouterse, wij zijn NDP. En ik heb al gezegd, Raj Parwat is een exponent van Bouterse. Bouterse leeft in mij voort, de idealen, de ideeën van Bouterse leeft, zullen in mij door voortleven. Dus dan weet ik dat gewoon. Wat het eigenlijk om gaat is mensen, ik had jullie al gezegd van wij moeten Suriname helpen verbeteren, want wij gaan daar naartoe. Wij gaan daar naartoe. Wij moeten daar naartoe gaan. Hier valt niks te halen. Als wij naar Suriname gaan, krijgt Suriname een boost. Een booming business. Maar dan begrijp ik niet waarom deze regering niet daarop articuleert of anticipeert. In elk geval. Laten we onze mensen terughalen. Laten we voorzieningen maken. Laten we goedkope huurwoning voor de diaspora opzetten. Doen ze niet. Ze doen alles wat anti-ontwikkeling is. Ik ga vanaf nu, vanaf 2 januari, eens ga ik overslaan. Vanaf 2 januari kom ik keihard met mijn propaganda om deze mensen weg te krijgen. Want ik heb te lang nu gewacht en er gebeurt niks. Surinamers zelf gaan het niet doen. Maar goed, zoals ik zei van, eens in de zoveel tijd krijg je een leider. Nou, die leider ben ik. Je kijkt niet tegen je grootste leider. Na Bouterse,
Is Raajpar wat jullie grootste leider, jullie grootste strijder. Dat gaat het worden. Dus onthoud daar. Ik heb tegen minister Raghubar Singh gezegd van minister, kijk, in Suriname heb ik een 30% mensen die goed, die boodschappen niet kunnen betalen. Is er een beetje financiën beschikbaar? En zij een lening of wat dan ook, een gift, wat dan ook. Zodat wij een bepaalde janta-winkels kunnen openen waarbij de mensen tegen groothandelsprijs hun boodschappen kunnen doen. Dan zegt die man tegen mij, ja, oh, je komt uit een rijk land, je moet geld meenemen. Ja, ik ga geld meenemen om jullie family en friends te betalen daar in Suriname. Het geld wat beschikbaar is voor het volk, besteden jullie aan family en friends. En dan moet Raja uit een rijk land komen en geld meenemen dat die family en friends groter wordt. Hij zei, nee, we hebben geen geld. Vervolgens zie je slopen voor het politiebureau. 3 miljoen. Weg. Als je een beetje van dat geld had gebruikt, zeg van, we gaan het politiebureau wel slopen. Doe maar wat je zin in hebt. Vervolgens zeg van, we gaan wel een beetje ondersteunen. Doe jij niet, minister van Financiën. Jij hoort daar ook niet terecht. Als je vanaf de president naar de RR-leden gaat, in de hele lijn niemand is geschikt om in de regering te zitten. Vanaf de president tot aan de RR-leden van de VHP, niemand is geschikt. Niemand is geschikt om te regeren. En daarom heb je zo'n grote puinhoop in het land. Laatst is hem ergens, highway is een markt aangelegd. Gerenoveerd. God weet waarvoor dat is. Er zijn plannen geweest om een markt te bouwen in Nikeri. De mensen in het ziekenhuis kunnen geen paracetamol verkrijgen. Nee. En jij bent gewoon van plan om zulke projecten, die Goslar, een Nederlandse bedrijf van kolen, ik ken die jongens toevallig. Die mensen gaan die Goslar bij waterkant uithalen, Suriname rivier. Ik zeg, waar is dat allemaal voor nodig, man? Als je zo krap bij de financiën zit, dan moet je toch ieder cent omdraaien? Maar wat blijkt nu, mensen goed nadenken, wat blijkt nu dat het probleem van geen geld hebben, dat is achterhaald. Ze hebben ontzettend veel geld. En daarbij is dan nu die 335 miljoen van staatsolie ook bij. Volgens mij beschikken ze iets van 3, 4 miljard geld hebben zij ergens verstopt, waar jullie niks van weten. En jullie zitten elkaar te bevechten hier. Bouten weg met boten, de boten ze moeten cellen. Die mensen zitten achter jullie rug om al dat geld te verstoppen. Dat geld wat voor jullie bestemd is, voor infra, voor ziekenhuizen, voor boodschappen, voor woningbouw. Voor de woningbouw. Die wordt niet geïnvesteerd in jullie. En waarom? Omdat jullie je stem niet laten horen. Wat kan één Raajpar wat betekenen tegen deze hele kwestie? Helemaal niks. Jullie zijn de mensen. Hey, hou eens een beetje op, man. Kijk, weer berichten mensen over grondzaken. Wat moet ik met jullie grondzaken, man? Ga weg. Wat ik wil zeggen namelijk, mensen. Wij strijden voor Suriname. En Imi Dahu, onze strijdmakker. Hij is natuurlijk veel beter in verwoorden zoals ik doe. We moeten altijd naar zijn programma kijken. Maar we hebben Redman Faya. Een jongen die ook strijdt vanuit de diaspora. Imi Dahu, Raajpar, wat hebben wij? Wij strijden voor Suriname. En wij wachten gewoon totdat deze regering weg is. Dat nieuwe lichting komt met nieuwe mensen. Die rotzooi zoals een Jogi, een Gayadin. Die hoort die ene banaan van Samson. Die taxichauffeur die hoort. Nou, laat het maar, laat het. Als een nieuwe regering komt nu, dan gaan geschoolde mensen komen in de regering zonder bagage. Ik heb zo mijn voorkeur voor het presidentschap. Ik zou zeggen dat ik meneer Ashwin Adin graag als president wil. Maar goed, dat is niet aan mij die beslissing om te nemen. Mijn voorkeur is wel geschoolde jongen. Een jonge knaap als Ashwin Adin vooruit te schuiven. Kijk, Susie King is met mij eens. Met eens. Nou, zuster, dank u wel. Wij spreken dezelfde taal. Ashwin Adin kan vooruitkijken. Hij zegt, regeren is vooruitkijken. Dat is wat Ashwin Adin zegt. En wij moeten Ashwin Adin ook. En ik zeg, beste mensen, nogmaals. Ik heb niet te beslissen wie president kan worden. Als NDP wint. Dat zeg ik niet. Ik heb geen, maar mijn voorkeur is er wel. Ja. Stefan Sang hebben we natuurlijk een goede, geschoolde, goed gebekt persoon.
die goed uit zijn woorden kan komen. Dat zijn de jongens die wij nodig hebben om vooruit te komen. Als je nadien iets uitlegt, dan is het in woorden. En als Stefan Sang iets uitlegt, is woorden. Melvin Bouva ben ik ook zeer van gecharmeerd. Meneer Parmeester is er ook één. Die mag er ook zijn. Maar ik denk dat meneer Parmeester dan ook gas terug gaat nemen. Wij gaan met de nieuwe regering, mensen. Als jullie de nieuwe kant willen op, ontwikkeling willen gaan, dan zullen we moeten kiezen voor de jonge mensen. En het maakt niet uit wie de voorzitter van de NDP is. Dat doet mij niks. Dat doet niemand wat. Mevrouw Shanti Surjbali. Hoe gaat het, mevrouw? Ja, Melvin Bouva natuurlijk, dat zei ik toch al. Meneer Bouva is ook. Mevrouw Ansadi natuurlijk. Als ik een naam ben vergeten, dan is het alleen omdat ik het even niet weet. Kijk, Claudia Kabenda zegt ook. Ashwin. Natuurlijk, Ashwin Adin is de persoon. Dat is de jongeling. Hij is een jonge strijder. Ja, Ramon kan voorzitter zijn. We hebben niks te maken met de voorzitter. Dat is, voorzitter is voorzitter. Maakt niet uit. Dat is onze partij. En het is eigenlijk een partij voor iedereen, niet onze partij. Laten we dat niet verkorten. De partij NDP is voor iedereen. Als het Ramon Abraham zat, als het Daisy Boutersen. Maar net zolang als Daisy Boutersen in ons midden is, zal geen andere voorzitter komen. Boutersen is de grote eikenboom. Eikenboom, die, als hij staat, dan staat hij daar gewoon. Maar we praten over later zaken, maar hoeft allemaal niet. Maar ik zeg nogmaals, mensen. Wij moeten strijden. En Susi en Claudia Kabenda, dat zijn mensen die ervoor gaan. Een heleboel mensen natuurlijk. Een heleboel mensen die hebben ook Ashwin Adin in het visie. Maar ik zeg nogmaals, mensen, voor de NDP'ers die misschien niet eens zijn met mij. Ik zeg alleen maar, dit is onze wens. Is mijn idee. Dat ik met Ashwin Adin lange ritje kan varen. Als hij bijvoorbeeld president wordt, kunnen we 15 jaar met hem vooruitkijken. Niet 2, 3, 4, 5 jaar, maar 15 jaar. Dan kunnen we programma uitzetten voor 15 jaar, ontwikkeling voor Suriname. En Ashwin Adin, die kan overal in de wereld. En trouwens, wat moet je buiten Suriname gaan zoeken? Wat heeft deze president gehaald vanuit het buitenland? Zoveel gelden verbrast, wat heeft hij binnengebracht voor ons Suriname? Geen malle moer. Dus, ja, mensen, even iets drinken halen. Ik kom zo terug. Mensen, even water gehaald natuurlijk. Dat moet ook geen water drinken. Is ook altijd gezond. Ja. Meneer Puti Durga. Dat is mijn vriend. En hij heeft mij heel veel informatie gegeven over de kwestie Rambokus. Meneer Rambokus is... Als we praten even over de zaak weer terug. Meneer Rambokus is opgelicht. Meneer Rambokus is in de val gelokt. Meneer Rambokus is gewoon in de val gelokt door die klootzakken die hier waren in Nederland. We gaan jou redden. Vraag het aan meneer Puti Durga. Vraag het aan hem. Hij weet ervan. De mensen hebben Rambokus laten vallen. Daar is het mee begonnen. Rambokus is in de steek gelaten door mensen. Dus de nabestaanden die nu vechten, meneer Asset. Ach, onzin. Die mensen moeten nu nagaan waar de fout gaat. Jullie hebben Rambokus laten vallen. Boutersen heeft niks gedaan. Jullie hebben hem laten vallen. Je zou hem toch bevrijden als hij gevangen werd genomen? Jullie hebben Rambokus laten vallen dat hij vandaag gestorven is. Jullie schuld. De diaspora en hoe heet dat? De nabestaanden. Jullie hebben het gedaan. Dus je moet ook hand in je eigen boezem steken. Jullie laten hem gaan, pleeg die tegenkoop en wij gaan jou helpen. Wie waren de mensen geweest? De kapitalisten uit Nederland. Die zouden het land over gaan nemen. En dan is nu meneer Rambokus gevangen genomen. En wat denk je? Niemand om hem heen. Niemand om hem heen. En dat gebeurt nu met Boutersen ook. Toen is Rambokus in de steek gelaten. Nu wordt Boutersen in de steek gelaten. Iedereen heeft Boutersen laten vallen. In Suriname. Marcel Paosi, zo heet hij. Hij heeft de zaak opgepakt. Ik heb wat zaken ook met hem doorgenomen. Hij heeft mij dingen verteld. Waar het blijkt. Hij heeft
citaten uit de vonnis gehaald. En mensen die nog hopen dat Boutsen de gevangenis in gaat. Ja, nou, lekker hopen voor jou. Hopen met een H. Met de hoofdletter H. Maar Desiree de Lana Boutsen gaat niet de cel in. Ja? Hij blijft gewoon tussen ons. Hij is de grootste leider. We moeten inspiratie uit hem halen. En natuurlijk zijn er in de tijd, toen Boutersen ook president was, heeft hij ook wat dingen over het hoofd gezien. Dat moeten wij ook beamen. Moeten wij ook accepteren. We zijn geen God. En die fouten zullen nu niet meer gemaakt worden, omdat we met een hele nieuwe ploeg komen. En we gaan de regering overnemen. Het zij na de verkiezing, het zij misschien ook wel voor de verkiezingen. Dus eigenlijk zou ik zeggen, mensen, we moeten rustig goed nadenken. Het is al 10 over 11 in Nederland. Ik weet niet hoe laat het bij jullie is. We moeten nu goed nadenken, hoe gaan we het nieuwjaar in? En ik heb de voorspelling al gedaan, de situatie in Nederland. Dus de mensen die nu uit Nederland zitten te kijken, van jongens, kijk. Het leven in Nederland wordt straks heel erg duur. De wegenbelasting zal niet te betalen zijn. Energie zal niet te betalen zijn. Woningen tekort. Als je in een woning zit, moet je daar blijven. Want als je eruit bent, krijg jij geen nieuwe meer. Zoveel vluchtelingen zullen naar Nederland komen. Die moeten ook opgevangen worden. Er zijn ook woningen voor nodig. En als Rusland de gaskraan dichtdraait, zo op een of andere dag, dan gaan wij om hier van de kou. Dus, en daarom streven wij met heel veel mensen voor een goed Suriname, waar wij terug kunnen en met ons inbrengen. Want als wij met al onze hebben en houden naar Suriname gaan, gaat Suriname ook veranderen. Maar we hebben pech. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Suriname is van 2020 tot 2025. Hooguit, langer zal het niet duren. Een zwarte bladzijde. Waarin, family and friends, en ik zal ook uit de doeken doen. Ik heb heel veel contact met de VHP'ers. De mensen die vroeger NDP gingen uitschelden en nu VHP uitschelden. Met die mensen heb ik heel goed contact. We zijn vrienden geworden. Zelfs de zoon van de president, meneer Luciano Santokki, heeft ook gezegd dat zijn vader alleen maar voor de lol president wil worden. Hij had geen enkel plan. Plan 0,0, hij wil president worden. Dus hij kon goed liegen. En deze Luciano en een heleboel mensen om hem heen hebben flink Pesgeadin, Poepa Pandey, allemaal hebben ze flink gelogen. Flink Boutersen uitgescholden. Waardoor een heleboel mensen. Poepa Pandey, meneer Henk Pandey, heeft grote hand gehad in Nigeria. Dat mensen nu op de VHP hebben gestemd, was zijn grote aandeel. Pesgeadin heeft ook flink meegeholpen dat heel veel mensen boos waren op de NDP. Dus deze twee jongens hebben gestreden. Maar ze hebben ook ingezien. Pandey heeft ook ingezien. Pesgeadin heeft ook ingezien van, kijk, wij kunnen met deze man niks doen. Deze man moet, we moeten weg. Dan zijn ze allemaal weggegaan vanaf de VFP. Ze hebben hun ontsteuning teruggetrokken en nu schelden ze diezelfde man uit. Oké, dat is hun persoonlijke ingeving. Maar het verhaal is namelijk, mensen, willen wij een beter Suriname, dan moeten we gaan nadenken. Kijk, Sharmila Pirkhan kijkt mee. Toevallig ken ik haar. Zij woont op de, weet ik veel, in een straat, in zo'n visnaam. Weet niet meer. Maar, ik durf niet met mijn auto haar straat in te rijden. De gaten in de wegen. Ze woont op, slecht begaanbaar. De plek ook weer. Even nadenken, maakt niet, het zal wel. Walapa straat of zo. Maar de weg is zo slecht dat mijn auto in zo'n gat verdwijnt en ik zie de straat niet meer. Ik kan niet over de gat heen kijken. Oh, Bloemendaal, ja. Sharmila, oké, goeiedag. Bloemendaal woont ze. Colombia straat of zo, hoe heet je straat daar? Dan zulke grote gaten. Dan durf ik niet eens met de auto daar te komen. Begrijpt u? En er gebeurt niks aan. En de mensen stemmen gewoon op de VHP. En de VHP kijkt niet naar die mensen gewoon. Dus ik zeg, mensen, laten we het nieuwjaar lekker ingaan met z'n allen. Volk van Suriname, mensen uit Nederland, diaspora, mensen uit Amerika. Er zijn ook mensen die in China wonen. Surinamers, die voor zaken dan in elk geval. Walapa straat. Ja, Sharmila, dank u wel. Sharmila Pirkhan, dank u wel. Dus, mensen, laten we het zo doen. Het nieuwe jaar gaan we de strijd aan tegen onrecht. En als we praten over grondzaken, mensen. Mensen, mijn buurman bijvoorbeeld.
die heeft al ongeveer 30 jaar geleden papieren aangevraagd. Deze regering met de ABOP komt naar hen toe. Zegt van, wo sitting? Wij regelen dat voor jou. Tot nu toe niks. Mensen die 3 maanden geleden een stichting aanvragen. En naast mijn buurman. Grond aanvragen die krijgen. En die buurman blijft gewoon aan te staren. Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Wat ze, dit soort dingen moeten ophouden. Ophouden. Ik had de regering voorgesteld van president. Een brief geschreven. Verzocht. Gesmeekt. Maar president, laten we een instelling opzetten. Een onafhankelijk persoon. Niemand van de VHP. Niemand van jouw partij, van jouw regering. Een onafhankelijk, maar die man die durft niet. Die heeft geen ballen, deze president. Een onafhankelijk persoon instelling opzetten. Waar alle meldingen komen en dat deze persoon bevoegdheid krijgt. Om naar die minister toe te gaan. Om te zeggen van minister, hoe komt dit? Voordat het de justitie bereikt, onderling oplossen. Zeg naar de minister van minister, hoe kan dit? Hoe kunnen 2 personen van 1 grondstuk beschikking hebben? Leg dit eens even uit. Maar dat willen ze niet. Ze willen niet dat je ze aanvalt. Dat willen ze gewoon niet. Gewoon niet stelen van elkaar. Laatst had je meneer een Sahadeolal. Meneer Soeret Sahadeolal. Nou, hij ging ook flink een keer tegen de ABOP. Nou, er staat kern van waarheid in zijn verhaal. Hij heeft wel gelijk dat gronden gestolen worden. Maar meneer Soeret Sahadeolal, 1 ding even uitleggen. Wie zijn de mensen die de gronden roven? Wie zijn de mensen die gronden kwijtraken? Het zijn de Hindustanen die de gronden bezitten. Het zijn de Hindustanen van de VHP die de gronden roven. En het zijn de Hindustanen van de VHP die gronden kwijtraken. Nu mag jij weer reageren. Jouw idee was goed om tekeer te gaan tegen de ABOP. Ja, in grote lijnen, dat mag wel. Dat recht heb jij. Jouw taal is wel onbeschoft. Maar in elk geval, jij mocht dat doen. Hè. Doe maar wat je wilt. Maar je moet ook bezig zijn te raden gaan van wat gebeurt nou. Het zijn de VHP'ers. Jogi rooft zoveel gronden. Bij iedere grondroof praktisch. In Nikiri hebben wij een zaak van meneer en mevrouw Jhakri. Een mevrouw. Mevrouw Jhakri heeft een testament van haar moeder gekregen. En een heel ander neef. Die is gewoon lekker gaan bouwen daar. Die heeft nu beschikking. Bereid verklaren. Hij zal nu ook wel beschikking hebben van de grond. En het is zo, er staat een huis in het midden. Deze jongen heeft een bouw gedaan dat niet mocht. En nu de grenspaal van deze jongen wat hij aangevraagd heeft, die gaat dwars door het huis van die oude mevrouw. Hoe kan dat allemaal, mensen? Jouw grenspaal gaat door een bestaande huis. Dat kan toch allemaal niet? En dan blijkt van dat je met deze zaak nergens terecht kan. Ik ben geweest voor deze zaak naar Suriname. Je kan nergens terecht. Deze mevrouw komt steeds voor gesloten deuren te staan. Ik heb gestreden. Ik heb gezegd, ik wil in het assemblée komen met deze zaak. Dit soort gelijksoortige zaken. Dan gaan we het assemblée bespreken dat de hele wereld kan zien. Wat denk je? Opdonderen hier vandaan, grote bek. Meneer B en meneer Charban. Nooit iets van gehoord. Nooit meer in mijn leven iets van deze mensen gehoord van je wordt uitgenodigd of je brief slaat nergens op. Ik heb officieel een brief gestuurd. In de bak gedaan, een briefbus gedaan bij hun. Ik werd gebeld ook dat uw brief is aangekomen. Ik ga het voorleggen aan de voorzitter. Daarna niks meer. Zo werken deze mensen in Suriname. En wat doen jullie? Sharif Azad Khan, een heleboel mensen, wat doen jullie? Jullie trekken hier niks van aan. Je buurman wordt beroofd en jij zit zo lekker te kijken van, oh, bij mij gebeurt het niet. En morgen ben je wel aan de beurt. Mensen uit Paramaribo, die krijgen ineens beschikking over gronden in Nikiri. Nog nooit in Nikiri gezien, die mensen. Dus daartegen moeten wij vechten. En het verhaal ging eigenlijk meer om over Boutersen. Boutersen is onze grote leider. Wat heeft hij niet voor Suriname gedaan? En wij laten hem vallen. En meneer Rambokus, ik haal die naam Rambokus aan. Omdat het 2 grote jongens waren van ons. Uit onze 2. Rambokus was een grootheid. En Boutersen is ook een grootheid. Die 2 moeten ze met elkaar kletsen. Door wie? Door andere mensen die, die ons opgezet hebben.
Gewoon opzetten, twee grote jongens tegen elkaar opzetten. En hopen dat ze allebei wegvallen. Dan hebben we vrij. Maar Boutense viel niet weg. Die andere mensen vielen weg. Dezelfde mensen die nou zitten te zeggen van Boutense moet gevangenis in. En die nabestaanden. Nabestaanden, jullie nu. Wie was degene die toen is overgelopen met de panzerwagen naar Boutense? Wie had de opdracht gekregen van Rambokus om Boutense te gaan arresteren? Wie was die persoon? Wie was die persoon? Zijn jullie dat vergeten? Zijn jullie vergeten die situatie die in een tempel in Pat van Wanica waar geraamd was om Boutense en de 16 mensen te doden door meneer Schoonbaar? Jeevan Schoonbaar. Zijn jullie dat vergeten? Is dat niet belangrijk? Alle aanvallen op Boutense zijn legaal, maar als Boutense terug aanvalt, dan mag dat niet. Als Boutense en zijn vrienden terugslaan, omdat ze bedreigd voelen, dat mag niet. Maar als andere mensen dezelfde jongens aanvallen, dan mag dat wel. Kortom mensen, we zijn gewoon hypocriet. We moeten de zaak goed onder ogen zien. Eén persoon in Suriname probeert ons nu op dwaalspoor te brengen. Dat is de president van Suriname. Hij probeert ons tegen elkaar te laten uitvechten. Ja, noem dat uitvechten of niet? Ja. Tegen elkaar uit. Ja. Oké. Okay. Zodat alles uit elkaar valt en hij kan blijven. En hij weet donders goed. Hij weet donders goed dat 2025 voor hem niet haalbaar is. Het gaat niet lukken. Hij gaat de verkiezingen misschien één zetel of twee zetels krijgen. De family en friends die nou voor hem klappen, die werk krijgen, die commissieleden. Die commissieleden die gaan wel, en die RR-leden die gewoon gratis geld krijgen. Wat doet een RR nou, man? Wie heeft de RR bedacht? Waar komt RR vandaan? Resortraadleden. Als het een keer die wateroverlast is, moet ik van hier geld sturen om brandstof te betalen, om die poklijn te gaan werken daar. Waar zijn die RR-jongens? Dus dat... Dus, kortom mensen, als jullie vragen aan mij hebben, jullie kunnen ook vragen stellen. Ik zie dat Erwin Kensenhuis, meneer Erwin Kensenhuis kijkt. Claudia Angel, Gerald Bartelink. Mensen, Suriname is van ons en we moeten Suriname niet afstoten. Boutense is van ons, als ons grote leider, we moeten die niet afstoten. We gaan niet zijn zaai vechten met hem, we moeten hem niet laten vallen. Als ik zo vaak heb de naam Boutense, het is niks van mij, het is geen familie van mij. Maar hij is gewoon een goede voorbeeld, hij heeft lijnen uitgezet. Mevrouw Mini, Shanna. Boutense heeft lijnen uitgezet die wij moeten volgen. Meneer Venetiaan kwam aan de regering, welke geweldigheid heeft hij uitgehaald? Ik zal jullie één ding vertellen. Ja, Venetiaan tijd. En wat de overeenkomst is toen... En nu. In 2000, het jaar 2002, toen werd de SRD ingevoerd. Toen kon je voor $100 10 zakken cement kopen. 10 zakken cement. Vandaag de dag kan je ook voor $100 10 zakken cement kopen. Dus jullie mogen nu vertellen, wat is er eigenlijk aan de hand nu? Dus de mensen die constant uit het buitenland komen, die geld hebben om te bouwen, die kunnen, maar het eigen volk, die is doodgemaakt. En door wie? Door diezelfde Venetiaan. En door dezelfde president. In het jaar 2019. Toen was de koers 7,52. De wisselkoers. Toen kon je nog bouwen. Werken. Sparen. Op vakantie gaan. Kinderen laten studeren in het buitenland. Alles kon toen nog. En nu dan? Dus mensen, ik zou zeggen, ik wil bijna het programma beëindigen. Als jullie geen vragen hebben aan mij of suggesties hebben, dan wil ik graag het programma beëindigen. En dan zou ik zeggen, mensen, ik zou jullie een prettige feestdagen wensen. En doe je best in het volgend jaar. Wij komen eraan. Als je in je land bent en je strijdt er niet voor, je wacht alles af. De dingen in... Kijk, januari komt eraan. Heel veel mensen geven nu heel veel geld uit. En zometeen komt januari aan, dan ga je pinaren. Brood voor de kinderen. Ik heb het idee, mensen, wil ik even met jullie bespreken. Meneer Heerman Ramdani, mijn neef natuurlijk. Goeiedag, meneer Heerman. Ik heb idee. Ja? Woningbouw in Nikeri. Woningbouw in Nikeri. Erg van Nikeri. Laat andere streken even zitten. In Nikeri, waarbij 1000 woningen gebouwd. Er is een plek. Een plek is aanwezig.
Maar omdat Raajpar wat van de NDP is, dan gaat deze regering niet luisteren. Dus we hebben een nieuwe regering nodig die wel gaat luisteren. Wat ik wil zeggen is, als er woningbouwproject komt, wat gaat er gebeuren? De Nederlanders kunnen daar ook woningen kopen. Is merchandise, verkoop. Geld komt binnen. Uit Europa komt euro's binnen. Als we daar een woning verkopen, dan halen we euro's binnen naar Suriname. Ja, valuta. Als Surinamers niet kunnen kopen, kunnen Nederlanders kopen. Dan maken we een 500 huurwoningen. Ook voor die Hollanders. Die straks naar Suriname verhuizen. En die in Suriname willen wonen. Die moeten ook een woning kunnen huren. Moet beschikbaar zijn. Werkgelegenheid creëren. Dit zijn plannen die wij met de nieuwe regering gaan uitvoeren. Dus het is nodig om deze regering naar huis te sturen. En een nieuwe regering te komen. Omdat dit de boodschappenwinkel gaan we doen. We zijn nu thans bezig met de sportcentra te bouwen in Gamalenweg, Schoert, Bertix, we daar op de hoek. We zijn mee bezig. Tekening is al gemaakt. Fundraising gaan we ermee bezig. En we hebben al een aannemer die voor ons gaat bouwen. Ik ben ook aannemer, maar goed, dan ben ik hier. Ik kan niet bouwen daar. Dus die gaat daar bouwen. Is een plek. Mevrouw Mini Chanel heeft de tekeningkosten gedoneerd. Bijna 300 euro heeft zij gedoneerd. Dus dat bedankt aan haar toe ook. Maar is een sportcentrum waar je kan sporten en waar een ruimte komt voor fitnessen. Als het regent moet je daar ook terecht kunnen. Je moet 24 uur kunnen fitnessen. Je zal 24 uur open zijn. Mensen die 's nachts kunnen trainen. Net zoals we hier hebben. Alles wat we hier leren, gaan we daar toepassen. Een medische ruimte waar je hartslag, je bloeddruk wordt gemeten, je paracetamol kan krijgen, verwezen kan worden naar de arts. Als wij meten dat uw hartslag onregelmatig is, of je bloeddruk te hoog is, dan gaan wij proberen om het door te sturen naar de artsen. Meneer Nanda. Dus zo'n centrum gaan wij bouwen. We zijn ermee bezig om te bouwen. Alleen er komt financiële zaken, wil het nog niet lukken. Daarom ben ik nog even in Nederland, om dat rond te krijgen. En dan kom ik terug en dan gaan we dat opzetten. De grote jongens in Nikiri bijvoorbeeld, meneer Mangli, meneer Ramadin, en dat zijn jongens die zijn niet aan te spreken. Als meneer Mahout Khan was geweest, dan had hij zeker zijn bijdrage gedaan. Maar hij is niet, dus het zal niet lukken. Om zo'n sportcentrum op te zetten, mensen. Waar je kan sporten. Waar Nederlanders daar naartoe gaan. Die zeggen van nou ik heb niks te doen. Ik ga lekker sporten daar. Dus ook voor Nederlanders zeg maar. Je bloeddruk meten. Want de laatste tijd wat merk jij gewoon. Als Nederlanders van hier naar daar toe gaan. Die komen niet meer levend terug. Ik heb tig voorbeelden wat ik kan zeggen. Mensen om me heen zijn naar Suriname gegaan. Of die komen doodziek terug. Of die sterven daar. Ik heb laatst nog een geval. Mijn tante was op vakantie op haar verjaardag. Verkeerde medicatie gegeven. Ze komt overlijden. Ziekenhuis, verkeerde medicatie gegeven. Mevrouw komt overlijden. Haar lijk is nu terug in Nederland. Is mijn tante, dat weet ik gewoon. Een neef van mij was naar Suriname, hij komt hier naartoe, hij komt overlijden. Onbekende oorzaak, bacteriën opgelopen. Dus dat is, als je nu naar het ziekenhuis gaat, dan kun je 50% op zeker weten dat je niet terugkomt. Al heb je hoofdpijn. En in deze fase, is het de president die niet luistert naar de mensen. We hebben geen volkspresident. Een president die voor zichzelf had. En dat stoort mij zoveel. Dat dezezelfde president was. Die op mijn erf ook is gekomen om te zeggen van meneer Raad. We komen nieuwe regering. Van op mijn erf Beatrixweg 132. Hij is bij mij ook geweest. Om te zeggen van jullie, je moet ons ondersteunen. We gaan dat en dat doen. Ik ondersteun alleen mijn eigen partij. Maar goed, hij kwam op erf. Dan kan je hem niet wegsturen. Maar dan ging hij op ieder erf in Nikiri ging hij langs om te zeggen van jongens, je moet ons steunen. Dus Nikiri aandacht van, ja nou, Boutersen doet dat goed, maar deze man gaat veel beter doen. Niemand zegt Boutersen deed niet goed, maar de bedoeling was deze gaat veel beter doen. En daar zijn ze de boot in gegaan. Veel beter, voorzitting, veel beter, veel beter, veel beter. Ja, wat heb je gedaan? De mensen die met hem hand in hand hebben gelopen, huis aan huis hebben gelopen, die mensen hebben hem vervloekt en weggegaan. En waarom? Omdat er geen afspraak was om met Melissa te trouwen. Door het trouwen van Melissa is hij 50% van zijn mensen kwijtgeraakt. Ondersteuners. Want niemand had op gerekend. Melissa was nooit in beeld. Melissa woonde in Nederland hier zo. En nadat Santokki president is geworden, is ze gewoon naar Suriname gegaan. Getrouwd met de president. En dat zijn dingen.
Het zijn dingen waar heel veel mensen heel boos over zijn geworden op de VHP. Vooral de diaspora. Vooral de diaspora had daar niet op gerekend dat dat zou gebeuren. Maar goed. Wacht eventjes, jongens. De batterij. Nog de mensen. Voor een klote batterij. Oké, batterij wordt weer opgeladen. Oké, mensen, het verhaal is namelijk zo van... Ja, het verhaal is namelijk zo... Van... wat ik zeg is, het nieuwe jaar komt eraan. Maar dit moet behandeld worden, mensen. Dit moet behandeld worden. Ik kom straks naar Suriname. En dan ga ik huis aan huis. Maar niet bij iedereen. Mensen die geen honden hebben. Want honden willen nog wel eens een keer bijten. Meneer Brian, Sham Guptar. Dan gaan we huis aan huis. Maar ik hoef dat helemaal niet te doen. Want iedereen ondervindt zelf hoe het leven in Suriname is. Mensen die geen boodschappen kunnen doen. Die weten het wel. Of mensen die, als ik nu in Suriname ga, ik zeg ik wil lekker boodschappen doen. Nou, dan wissel je 100 euro. Nou, wat denk je? Je kar is voor de helft vol en je 100 euro is al voorbij. Nou, hoe zou het dan met die mensen zijn die daar hun 200-300 SRD per dag verdienen nog? 500-600. Hoe zouden die mensen moeten leven dan? En dan zie je gewoon de hypocriete Nederlander weer, hè? De mensen die uit Nederland naar Suriname vakantie gaan. Wat zien zij? Een voorbeeld zien we in Nikeri, bijvoorbeeld. Nikeri heb je markt waar mensen gaan chillen. Zaterdag, vrijdag, zaterdag is vol. Dus de mensen zeggen van, hey, die mensen pinaren niet. Want iedereen zit daar. De mensen zonder geld zitten daar ook. Stel eens zo'n persoon zegt van, hey, wat doe je man, ik heb niks te doen. Kom, we gaan naar de markt, ik heb geen geld. Ach, ik koop wel wat. Het is 5 man is daar. Ja? Weer 5 man. Eentje die speelt alleen muziek. Heeft niks te eten en drinken, maar die gaat ook daar naartoe. En die moet ook... Die moet ook leven, gaat ook weg. En dat zie je die hypocriete Nederlander. Die komt terug naar Nederland en zegt van, weet je wat ik zag? Zaterdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Voor man, wie pinaren? Niemand pinaren. Ga bij hem thuis kijken dan. Ga bij hem thuis kijken welke situatie er heeft. Dus die hypocriete Nederlander die van hier daar gaan, moeten ook een keer ophouden. Je weet niet hoe het leven daar is. Dan kom je vandaar terug. Want mensen zitten in een duur restaurant. Dit wat verwacht je? Als een show komt. Mensen, moeten die mensen helemaal doodgemaakt worden? Mogen ze niet eens naar de show gaan? Alleen zij weten hoe zij dat geld bij elkaar halen. Om naar die show te gaan. En dan kom jij hun vertellen nu van, hun pinaren niet. Alle shows zijn uitverkocht. Jullie willen alles van die mensen afpakken. Zelfs het klein beetje leven wat ze dan nog over hebben. Zelfs die wil je als hypocriete Nederlander, wil die afpakken van die mensen. Dat is niet eerlijk, mensen. Je moet niet zo gedragen. Je moet daar gaan wonen en werken om te kijken wat die mensen voelen. En wat deze regering met die mensen doet. En dan pas kom je erachter van dat er mensen, een heleboel mensen zijn die pinaren. Stel je voor, mensen. Jij en ik nu. Onze kinderen in Nederland zeggen van, nou pa, ik lust een broodje pindakaas. Ik zeg, daar is die kast en zoek het maar uit. Daar ligt de pasta, pindakaas, hagelsla, vers brood, honing, alles ligt daar. Dan gaat het kind pakken, een glas cola drinken. Is dat ook in Suriname het geval? Is dat ook in Suriname het geval? Kunnen die kinderen daar in Suriname ook hetzelfde doen? Nee. En waarom niet? Omdat één zo'n persoon in zijn hoofd heeft gehaald van, weet je wat, we gaan het volk pinaren. En dit kon voor 2020, van 2000 tot 2020 kon dit. Dit kon. 20 jaar lang kon dit wat ik nu zeg. Dat de kinderen gewoon eten drinken konden wat ze willen. Cola drinken, alles kon het. Dat kon toen wel. Maar nu kan het niet. Waarom kan het nu niet? Omdat één zo'n malefiede regering aan de macht is en die wil niet weg. De hele zaak van Bouters is alleen maar om Bouters uit te schakelen. En die beter verzwakken. En probeert te zorgen dat... Probeer gewoon de verkiezing te winnen. Terwijl niemand ze wil, man. Ik snap niet in welke tijd we zijn aanbeland. Want wat gebeurt er nu? Mensen die... Even kijken, ja, oké. Okay. Ja, mini, Chanel, klopt. Ik ben ook 4 weken geleden gekomen. Maar wat het verhaal eigenlijk is namelijk van... Surinamers zijn veranderd. Tijdens deze regering en voor
2020 zijn mensen veranderd. Mensen begonnen fake account te maken. Zo ken je Surinamers niet. Zo kenden wij Surinamers niet. Surinamers die fake account gingen maken. En elkaar uitschelden, man. Wat zijn we? Zijn we geen mensen meer? Gewoon fake account maken. Andere mensen. Waar komt het vandaan? Die zieke geest. Die zieke geest van die mensen is door de VHP bedacht. De mensen van Abop waren niet zo. Die Djukas uit de Boeskondre, die hebben dat niet gedaan. Enige die het gedaan hebben, het was de VHP, met hulp van de Nederlanders, die witte Nederlanders, en ook die zwarte Nederlanders die hier wonen. Met hun hebben ze de technologie gebruikt van, je maakt een fake account, en dan ga je onwaarheden vertellen. Een heleboel mensen gaan geloven. Mensen die gewoon dom zijn, niet geschoold zijn, die pakken alles op. En zo hebben zij die strijd gewonnen. Alle onwaarheden. Kom weer terug. Ashwin heeft 200 miljoen gestolen. En daarvan heeft hij gewoon een aardappel gekocht. Hoefdraad heeft zoveel miljoenen gestolen. En hij is gevlucht met dat geld. Bouters heeft 500 miljoen gestopt in Zwitserse bank. Dat wordt gezegd. 500 miljoen heeft Bouters. Dan ga ik vragen of hij een paar aan mij gaat geven. Maar ik weet niet. Ik ga het de volgende keer aan vragen als ik hem weer zie. Het zou mooi zijn als ik ook een paar miljoen krijg, maar goed. Dat zijn dingen die uit de fake tsunami komt. En de VHP is daarmee begonnen. De VHP heeft het bedacht. Die hele fake systeem, fake account systeem, is een creatie van de VHP. Ja mensen, is van de VHP bedacht. Zij hebben het bedacht. En dat is vandaag nu. Een paar exponenten, ik ken die mensen bijna. Ik ken ongeveer welke mensen het zijn aan hun schrijfwijze. En ik weet dat het hun zijn. En laat ze gewoon. Ja, mini. Als ik 10 miljoen krijg, dan krijg je van mij 600. SRD. Maar de VHP heeft dit dus bedacht. Een strijd mee aangaan. Maar ze wisten ook niet. Een strijd winnen op zich is geen bijzonderheid. Maar een strijd handhaven. Je vormt de regering om de regering te handhaven. Meneer Gopal. De regering te handhaven heb je ook wat verstand nodig. Kijk, meneer Jimmy Gopal. Meneer Jimmy Gopal is een ingenieur. Wij hebben Jimmy nodig in Suriname. Meneer Jimmy Gopal. Dat is toevallig een goede vriend van mij. Meneer Jimmy hebben wij nodig. Hij is ingenieur. Dat soort mensen moeten naar Suriname terug om daar projecten te gaan doen. Die gewoon zonder gestelen en gedief op een eerlijke manier kunnen werken. En Jimmy Gopal is de eerlijke jongen. Hij kan niet tegen valsheid. En daarom is hij daar niet. Ja. Vraag ook een paar miljoen voor mij. Ja, mini. Ga ik zeker doen voor jou. Maar dus mensen, oké. Ik zou zeggen, we moeten stoppen met het programma. Anders duurt het veel te lang. Ik dank jullie voor jullie kijken. En Jimmy, ik ben eerlijk. Jij hoort bij de top. Volgens mij hoor jij gewoon bij de top. Top jongens. Top geleerde van ons Suriname. De lichting die van Suriname hier is gekomen. Is gestudeerd. Hij is ingenieur man. En ingenieur. Die hebben we nodig. We hebben geen koekenbakkers nodig. Maar die zit nou in de regering. Eigenlijk was een keer een vraag. In Amerika. Zeiden ze van ja. Maar. Oh, meneer Jyotish Chedi. Die man die uitscheldt. Scheld maar uit. We wachten op jou. Een keer zei iemand in Amerika van, kijk, wat doen dieren bij jullie in Suriname? Nou, dan zegt die Amerikaan van, kijk, in ons land heb je bijvoorbeeld honden. Honden die rijden gewoon in de auto. Je zegt, oh, was zo'n Chinees daarnaast. En ze zegt, nee, in ons land heb je een varken. Die doet vliegtuigen vliegen. En toen zei die Suriname van, hey, wacht even. In ons land heb je ezels. Die regeren het land. Nou goed, oké. Grapje tussendoor. Mahendersham Jogadin. Jongens, jullie hebben niks in te brengen. Meneer Jyotish Chedi, ga je nou niet uitschelden? We wachten op jou. Doe dan. Nou, meneer Sham. Ook een bekende uit Nigeria natuurlijk. Het gesprek ging natuurlijk vandaag om. Mensen moeten ook een beetje ophouden. Ik kan niet onbeperkt lang praten. Kan wel, dat doe ik niet. Als we even overgaan.
naar de schoolgebouwen. De schoolgebouwen zakken bijna in elkaar. Ja? Geen enkel aandacht van deze regering. Deze regering gaat voor 3 miljoen een verlaten politiebureau slopen. Voor 5,6 miljoen gaan ze de Goslar uit de dinges halen. En weet ik veel hoeveel de quarantainbrug wordt gemaakt. Mahinder Sham, Jogadin. Het onderwerp is namelijk handen af van Boutersen. Dat is eigenlijk dat is de lijn. De bottom line is handen af van Boutersen. Zoveel miljoenen ga je gebruiken, misbruiken van het land om commissies samen te stellen. Zoveel miljoenen ga je gebruiken om de Goslar eruit te halen, politiebureau te slopen en de ziekenzorg. En in het ziekenhuis moet je eigen kleding meenemen, eigen medicatie, eigen beddengoed, eigen eten. Dat is de vraag, wat ga je nog in het ziekenhuis doen? Wat ga je dan nog in het ziekenhuis doen? Mensen, mijn tante is laatst overleden alleen door de stommiteiten van die artsen. Verkeerde medicatie. Iemand heeft pijn in de rug en die komt overlijden door de medicatie. Geweldig zoiets, man. En dan heb je een president die reist alle landen rond. En dan heb je een president die gaat alle landen rondreizen. Ja, klimaatbespreking, CO2, stikstof, al dat geouwehoer. En dan gaat vrouw mee, schoonmoeder, zus van schoonmoeder, broer van schoonmoeder, stiefvader, de hele bende gaat mee. Waarvoor? Voor niks. En dan wordt hij geplaatst, moet je kijken in het programma, op de allerlaatste stoel. Waar niemand die president ziet. Dus dat is datgene wat wij nu met ons gelden doen. Terwijl het beter bezit voor de scholen. De schoolgebouwen zakken in elkaar. Uit schaamte ga ik nog niet eens bezoeken, man. Uit schaamte. Zo verlaten zijn die schoolgebouwen. En dan gaat deze regering. Deze regering is een one-man army van de president. En bij de ABOB ook hetzelfde, een one-man army. En deze jongens, die bevechten elkaar vanaf de eerste dag al. Vanaf de eerste dag van hun aantreden als regering, zie je dat ze elkaar bevechten gewoon. Vanaf de eerste dag. Wie is de dupe van deze hele kwestie? Dat is gewoon het land. Wij, het land. Winkels, Chinezen die hielden gewoon het land een beetje draaiende. Oeh, ja. Oké. Mini. De Chinezen die draaiden het land gewoon omdat Suriname zogenaamd niet konden. Dat werd gezegd. Fijn. Wat ze niet hebben verteld is dat als een Chinees, als een Chinees een vergunning vroeg, dat hij dan een vergunning kreeg. Allerlei vrijstellingen, rijbewijs kreeg. Die man praat nog geen eens woord Hindustaans of Surinaams. Maar hij heeft rijbewijs, hij heeft alle papieren, verblijfsvergunning, alles heeft hij. Dat werd niet gezegd. Dus op die manier heeft Venetiaan al die Chinezen naar Suriname gelokt. Nou goed, zij doen hun zaken, wij kunnen dingen kopen bij ze. Maar op dit moment zie je leegstaand van winkels. Diezelfde Chinezen vertrekken, of naar Guyana of naar het buitenland. Die komen niet. Nou, als jij weet dat in jouw land, waar jij president van speelt, dat de detailhandel kapot gaat. De bouw kapot gaat. De rijstbouw kapot gaat. Alles gaat naar de kloten. Zit de kinderen te kijken? Wacht even. Nee, geen kinderen. Alles gaat naar de kloten. En dan zit jij nog lekker aan van nee, we gaan Boutersen veroordelen. De zaak naar voren halen. Alle aandacht naar Boutersen. Tot niemand naar mij kijkt. En dan gaan we de verkiezing winnen. Nou, ik zou zeggen mensen. Vergeet het maar, deze verkiezing gaat de NDP op zijn minst met 40 zetels terugkomen. Daar gaan wij voor zorgen. Minstens 40 zetels. En alle gezeik met coalitiepartners moet voor eens en altijd ophouden. En dan gaan wij als NDP, gaan wij mensen nemen, als zijn het mensen bij de VAP die capabel zijn, die gaan wij naar ons toetrekken van bijvoorbeeld zogenaamd meneer Sharman. Deo Sharman bijvoorbeeld, hij oogt behoorlijk, ik weet niet hoe hij, volgens mij is hij ook geen malemoer waard, maar dan gaan we zo'n persoon gaan we gewoon uit de VHP trekken en zeggen, Sharman, u kunt worden minister van onderwijs. Of ik zeg OE of wat dan ook, zeg ik. Wij gaan wel die mensen gebruiken wat deze man, wat deze president zegt van nee, weg, jullie zijn niet van mijn partij, jij zit mij te schelden, ik ga niet met jou werken. En Boutersen zei van, oh, zit je mij te schelden, kom jij hier heel snel toe en ga jij je...